Dames en heren, ik wil graag de raadsvergadering weer openen naar de schorsing en de heer Loermans als eerste het woord geven. Voorzitter, even wat ik wil zeggen, achter de tafel overleg. Heeft geleid tot begrip voor uw standpunt dat het wel heel zwaar is om met zo'n amendement richting veiligheidsregio te moeten. Aan de andere kant hoop ik dat u uw collega's daarvan wilt doordringen dat de Raad van Wijchen in ieder geval echt nee zegt tegen dat continu uitzetten van de begroting van zo'n veiligheidsregio. Laten we heel eerlijk wezen. Zij hebben eerst 357.000 euro extra gevraagd en dan komt er op het laatste moment, in dit stuk, komt die 62.000 euro erbij. Wij snappen uw probleem. Vandaar dat we gezegd hebben, om gelijk een ruzie de burgemeester in de regio te krijgen, dat lijkt ons ook niet verstandig. Stellen wij de raad voor om een motie van te maken waarin bezwaar gemaakt wordt tegen de uitzetting. En wij pakken de handreiking die u doet op en u daarbij te ondersteunen middels deze motie. Dat er een extra bezuinigingsinspanning komt in 2014 voor de veiligheidsregio. Graag uw reactie. Hier kan ik aanmerkelijk beter mee uit de voeten. Toch nog één tegenvraag. Als u zegt bezwaar maken, bedoelt u dan de juridische term van bezwaar maken of bedoelt u protest aantekenen tegen het feit dat telkens maar weer, hè, want dat lijkt wel wat we zelfs op landelijk zien als het gaat om regionalisering, ja, elke keer maar weer extra geld blijven. Dat protest, dat mag ik laten klinken. Zo begrijp ik het. Dat verwachten wij zelfs van u. Goed. Dan ten aanzien van het tweede punt. Ik heb het zelf ingebracht, maar ik heb er ook, en ik herhaal het nog maar een keer, de nadrukkelijke kanttekening bij geplaatst dat extra bezuinigingen kan betekenen dat ook ten aanzien van brandweerzorg, ook lokaal, dat daar ingrepen worden gedaan die we uiteindelijk niet wensen. Dat moet u zich echt bewust zijn, want het geld zal ergens vandaan moeten gaan komen. Ja, dat is geen dreigement, maar dat is wel, en uiteindelijk zal dat voorstel ook hier als zodanig dan voorkomen te liggen, maar dat is wel een mogelijk scenario waar u rekening mee staat. Meneer Winkies. U bent nog maar 3 weken hier, maar ik adviseer u om dat dossier eens flink door te lezen. Dat is een kerstboom met 89 ballen en daar gaan de lampjes nooit van branden. Daar zitten directeuren boven directeuren. Ik denk als u uw inspanningsverplichting goed aanvoelt, dan gaat u daar eens die paar procent halen. Want het is ongekend wat een waterhoofd de regionale brandweer wordt. Nou, dat kan ik niet mooier horen. Is toch een behoefte aan reactie, meneer Leijen? Nee. Is er nog een behoefte van in de tweede termijn van de fractie, meneer Kiewiet? Dank u wel, voorzitter. Ik heb de portefeuille horen zeggen dat hij beide moties van ons overneemt, waarbij ik de credits van de tweede motie overdraag aan de VVD. Lijkt me wel zo verstandig. Dank u wel, ik blijf altijd op de hoed. Ik heb toch nog één vraag aan de wethouder. Ik had het over een aantal financiële zaken die nog niet helemaal helder waren. U had het over de verborgen gebreken en onverwachte tegenvallers. Maar daar een paar regels hoger staat iets over het weerstandsvermogen. En er is nog geen rekening gehouden met de eventuele opbouw. En tegenvallers worden dan rechtstreeks aan de deelnemers doorberekend. Ik weet niet of u ogen u heeft, maar ik kan van deze afstand niet zien. Maar kunnen we op uw ogen, als ze blauw zijn, vertrouwen dat dit geen extra geld gaat kosten voor ons? Ik vind dat wel een hele belangrijke uitspraak. Ook iets gezien in het licht van de vorige discussie. Want wat staat ons nog te wachten? Ik vind het dat u daar toch een helder antwoord op kunt geven, als ik mag vragen. Dat ga ik proberen te doen, maar eerst toch nog even een kleine correctie ten aanzien van de motie waar het gaat over functieverlies van de gezinnen Wijchen. Daarvan heb ik gezegd dat het overbodig is. Dus niet overnemen, maar ik vind het overbodig. Dan uw vraag over het weerstandsvermogen. Eigenlijk is het antwoord even praktisch als ontnuchterend.
De brandweer, de regionale brandweer, wordt ingeschoven in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Die bestaat op dit moment al. En die veiligheidsregio gaat als begroting 3 keer over de kop. Dat komt gewoon vanwege die brandweer. Dat is een hele dure organisatie die toegevoegd wordt, ingevoegd wordt eigenlijk moet ik zeggen, binnen die veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Logisch dat daar dus op dit moment onvoldoende weerstandsvermogen beschikbaar is om eventuele tegenvallers op te vangen. En daarom ook de opmerking, dat betekent dat de individuele gemeenten, indien die tegenvallers zich gaan voordoen, mogelijk aangesproken gaan worden. Mogelijk. Zo moet u hem lezen. En dat zou in feite, stel nou dat die veiligheidsregio in het verleden dat weerstandsvermogen in een veel grotere omvang had opgebouwd, dan zat daar ook een deel van het Michelsveld in. Dat zit er nu nog simpelweg niet in. Dus treden er tegenvallers op en dan zal niet alleen Wijchen, maar elke deelnemende gemeente binnen de veiligheidsregio eventueel aangesproken kunnen worden. Dank u wel. Volgens mij kunnen we overgaan tot stemming. Dan gaan we eerst het stuk in stemming brengen en daarna kijk ik toch even naar de directief van de Partij van de Arbeid. Wilt u de moties nog indienen of niet? De eerste motie is overbodig, dus ik begrijp dat de wethouder of de portefeuille dat zeker gaat regelen. En de tweede die doen we wel en dan geef ik het zoals gezegd aan het VVD. Goed, dan gaan we eerst de stuk in stemming brengen. AZ 211. Dank u wel. Het stuk is in unanimiteit aangenomen. Dan wil ik de motie in stemming brengen die door kernachtig Wijchen nu ingediend is. Ook unaniem aangenomen. En dan de motie van de jeugdbrandweer van de Partij van de Arbeid met de credits voor de VVD. Nou, dank u wel. Of u niet aangenomen? Moet ik daarvan nog de acte maken, meneer Loemans? Ja, prima. Oké, prima. En de heer Loemans is tegen de motie. Dank u wel. Dan geef ik nu weer graag het woord aan de voorzitter. Dank je wel, invallend voorzitter. Agendapunt 12 zijn we aangekomen, de tussenstand van de IBOR. Korte samenvatting. Allereerst, de gemeente Wijchen beheert sinds 2004 de openbare ruimte beeldgestuurd. Het voordeel van beeldgestuurd beheer is dat er besturing plaatsvindt op hoe de openbare ruimte eruit ziet. Dit rapport is een tussenstand hoe het beeldgestuurd werken wordt uitgevoerd en wat er nog verbeterd kan worden. Het rapport geeft een beeld omtrent de behaalde resultaten, de tevredenheid van de bewoners en de kosten. Verder wordt er vooruitgeblikt naar de toekomst. Leefbaarheid en efficiëntie staan bij de gemeente Wijchen voorop. Ik lees nog dat de wethouder zich kan vinden in de reacties ten aanzien van de genoemde bezuiniging van €3.600. Het zijn geen beleidswijzigingen die ertoe doen. Wel wordt in bepaalde wijken wat creatief gezocht naar meer parkeerruimte. De wethouder wil dit graag faciliteren vanuit de wetenschap dat men anders toch zelf alternatieven zoekt. Wat hem betreft wordt dit gedeelte uit de nota gehaald. En dien verstande dat men wel blijft luisteren en anticiperen op de wensen van de burgers. En hier mag ik in eerste termijn uitnodigen. De heer Brink, de heer Doelmans, de heer Doelmans. De heer Loemans van kernachtig. Ja, voorzitter. Dit voorstel is wat ons betreft alleen ter bespreking nog nodig na een uitgebreide behandeling in de commissie, omdat beslissing 2 raadsbreed niet ondersteund werd en ook de wethouder, zoals u zegt, daar het niet per se wilde handhaven, maar omdat we het per punt zouden afstemmen. Dat je zegt van nou dan moet het eventjes in de beslissing om bij beslissing 2 nee te kunnen zeggen. Dat is ter voorkoming van een nieuwe nota en leek dit het meest praktische vandaag. En verder over de nota, ja, daar is alles al over gezegd. Dat is mijn voorzitter. Dank u wel, meneer Loemans. Het rapport is meneer Brink van D66. Opmerking, de toezegging dat de punt 2 eruit zou gaan. Er is verder geen nader voorstel gekomen, dus voor zover nodig zou het geamendeerd moeten worden om per punt te stemmen. Van de Partij van de Arbeid.
Voorzitter, de nood is vrij helder en duidelijk. Wij willen alleen nog een amendement voorstellen waarin wij vragen om als taakstelling in het e-board op te nemen dat er jaarlijks de inzet van de breekmedewerkers of andere moeilijk plaatsbare medewerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt uitgebreid wordt met 5%, oftewel ruim 1 FTE per jaar. Dit, in de begroting van het IBOR is nu een bedrag opgenomen van 176.000 voor de inzet van breekmedewerkers. Dat kost 176.000 euro meer dan wanneer dit door anderen gedaan zou worden. We willen ervoor pleiten dat arbeidsplaatsen die vrijkomen door natuurlijk verloop, dan dus zoveel mogelijk ingevuld worden door bovengenoemde doel. Dat zal de gemeente per jaar 6.000 euro kosten als dat breedmedewerkers betreft, als het anderen betreft, dan is dat niet helder. Maar we weten ook nog niet wat de participatie in gaat houden. Maar afgezet tegen de voorgestelde bonus-malusregeling van Breed, zal dit de gemeente eerder een besparing opleveren. Dat is allemaal een tekst van de en voor de rest zijn we het volledig eens met de nota. Dank u wel. Mag ik verder? Mevrouw Schouten. Ja, ik wil alleen maar even kort benadrukken dat de CDA-fractie het groen erg belangrijk vindt en daarom ook blij is dat beslispunt 2 nu al door de wethouder op een andere manier benaderd is. Ten aanzien van het amendement, hoe sympathiek ook, ik denk niet dat dit de plek is om nog meer mensen van Breed in te fietsen. We moeten daar op een ander moment naar kijken als we het hebben over die wet. En dan kunnen we kijken hoe breder binnen de organisatie mensen van Breed inzetbaar zijn. Het is natuurlijk een beetje dwaasheid om dat nu te koppelen met een percentage waar we net gaan starten met dit al forse bedrag op dit terrein. Dus ik vind het onstandig om dat nu hier aan te koppelen. Ik zou daar niet voor zijn. U mag verder aanhouden. Ja. Dan kijk ik even naar de wethouder staan. De wethouder Engels mag ik uitnodigen om te reageren. Voorzitter, dank u wel. Zoals in de commissievergadering al aangegeven, punt 2 mag, wat het college betreft, geschrapt worden. Los van het financiële, want zoveel is dat niet. Het ging veel meer om de gedachte erachter om bij omvormingen minder terug te plaatsen. En daar was u eigenlijk in volle breedte tegen. Daar neemt het college dat over. Als het gaat om het amendement, u spreekt over bij natuurlijk verloop 1 FTE en dat is dan 5% en dat zijn de 20. Medewerkers die op dit moment direct in het buitengebied of in het buitenruimte bezig zijn. Ik heb afgelopen dinsdagnamiddag de eerste 25 medewerkers van Breed verwelkomd op de werf. En in deze periode, zeg maar de minst drukke periode in de openbare ruimte groenvoorziening, zijn dat 25. En dat groeit naar het hoogtepunt jaarlijks in de zomer naar 60 medewerkers. Die 20 medewerkers van ons die worden straks een vorm van coach bij die 60 vanuit Breed. Die 1 voegt daar niets meer aan toe. Ik heb die 20 onze medewerkers die wij voor ook waardering meegeven, doordat ze in plaats van nu zelf schoffelen ook coachend zijn bij medewerkers van Breed. Dat was een hele goede middag. Mensen moeten elkaar leren kennen. Geef ons de ruimte om dat goed te doen. Dit voegt er niets aan toe, want er komen straks 60 mensen op detacheringsbasis bij ons in de organisatie. 1 meer of minder maakt dat niet meer uit. Daarnaast kan ik u aangeven dat het college afgelopen dinsdag besluit heeft genomen om beleidsregels op te stellen samen tussen openbare werken en sociale zaken om bij alle bestekken die we buiten de deur zetten het social return 5% per definitie in te voegen in die bestekken. Met andere woorden, ook over die band gaan we extra aandacht besteden aan de zwakkeren om die te betrekken bij directe of indirecte werkzaamheden die de gemeente uitzet. Dus ik zou eigenlijk daarmee een amendement willen opdragen. Gaat wel de raad eens. Ja, voorzitter, wat mij betreft is het punt van social return en in dienst nemen van medewerkers van Breed hiermee voldoende gewaarborgd en kan het amendement wat ons betreft vervallen. Het amendement is dus ingetrokken. De Wietjes, u wilt misschien nog iets zeggen? Wij zijn even aan het turven hoeveel meneer Hendricks had over verplassen, maar ik ben even aan het turven hoeveel overbodige moties al mensen eigenlijk al hebben gehad, dat is wat ik bedoelde. Vandaar. Ja,
Waarvan achter? Ik denk dat ik het voorstel in stemming kan gaan brengen. Ik begrijp, voordat u uw biertjes omhoog houdt, dat we, als we kijken naar het besluit zoals het voor ligt, onderdeel 2 daarin mogen doorhalen. Is dat de juiste conclusie van mijn... Ja, dan breng ik ook dit even zo mondeling geamendeerde besluit, of voorstel dat nu voor ligt, dus bestaande 1, 3 en 4, breng ik in stemming. Wie is voor dit voorstel? En daar bent u unaniem. Dank u wel. Voorstel is dus aangenomen. Agenda punt 13. Het verruimen van de welstandsvrijheid in Wijchen en het vaststellen van nieuwe welstandsnota. Korte samenvatting. Het coalitieakkoord 2010-2014 is aangegeven dat er naar wordt gestreefd om de welstandscommissie op te heffen. Het kabinet heeft ook het voornemen om de welstandscommissie af te schaffen als een nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd. Het kabinet wil bovendien dat het welstandsbeleid deel gaat uitmaken van een bestemmingsplan. Momenteel zijn gemeenten en gemeenteraden in het kader van welstandsbeleid verplicht een welstandsnota vast te stellen. Het wetsvoorstel voor de eerste tranche van de omgevingswet wordt eind 2012 aangeboden aan de Raad van State. Na advisering door de Raad van State wordt het voorstel aangeboden aan de Tweede Kamer en wordt de invoeringswet voorbereid. De inwerkingtreding, en die wordt verwacht op z'n vroegst in 2014, is afhankelijk van het parlementair traject dat daarna volgt. Tot die tijd mogen gemeenten zelf blijven bepalen of en wanneer zij de commissies om advies vragen. De afschaffing van de welstandscommissie wordt gezien als een belangrijke mogelijkheid om gemeentelijke regelzucht terug te dringen. Het college is voorstander van een meer ingrijpende vereenvoudiging en versoepeling van welstandsregels en toetsen. Ik begrijp dat er twee amendementen worden ingediend, enerzijds door de lokale dorpspartijen en anderzijds door kernachtig Wijchen. Die mag ik in eerste instantie uitnodigen om van een van deze partijen voor te voeren. De heer Gerrits, wat aan. Dank u, voorzitter. Nou, ook hier is in de commissie uitgebreid over gesproken en ook ik mag ervoor spreken dat ik dat moet gaan herhalen. Wij zijn erg blij van het verruimen van de welstandsvrijheid. Die is prima. Veel inwoners voelen dat ook echt als een bevrijding. Ik hoor dat om me heen. Wij kunnen ook instemmen met de beslispunten, met uitzondering van één punt. Wat kernachtige Wijchen betreft, gaan we in de toekomst alleen afspraken maken. Alleen nog afspraken maken over beeldbepalende bouwwerken. We vinden het van belang dat, dat daarbij bij die afspraken het karakter van Wijchen wordt gerespecteerd. Dus het karakter van de beeldkwaliteit van dorp, wijk, straat en het buitengebied. En zoals ook in ons programma, maar ook in het coalitieprogramma en het collegeprogramma is verwoord, zien wij geen rol meer in de toekomst voor de welstandscommissie. De welstandscommissie kan wat ons betreft dus definitief worden afgeschaft. De raad stelt dan de kaders door bijvoorbeeld beeldkwaliteitsplan. Dat schept duidelijkheid. Om nu het nut en noodzaak van ons amendement even te duiden. De voorliggende beslisnota die geeft een heel duidelijk open eind. Er wordt zelfs een onderzoek voorgesteld, medio 2013, om de noodzaak van de welstandscommissie nogmaals te bepalen. Vandaar ons amendement. We willen graag het einddoel gewoon vastleggen. En we vinden ook wel dat dat zorgvuldig moet gebeuren en dat daar wellicht een fasering op zijn plaats is. Om allerlei tijdelijke tussenregels te vermijden. We vragen daarom ook aan het college om een plan van aanpak, hoe dat gaat gebeuren, waarbij rekening wordt gehouden met het tempo van de introductie van de nieuwe omgevingswet. Dat is het. Dank u wel, meneer Gerrits. Ik nodig graag de lokale dorpspartijen uit om hun amendement in te dienen. Mevrouw Tomen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal het kort houden. Het betoog van meneer Gerrits is ons uiteraard gegrepen. Wij kunnen akkoord gaan met de beslissing behalve dan agenda punt 4. En dat is toch die welstandscommissie. In het coalitieakkoord is afgesproken om voor 1 januari 2012 de welstandscommissie op te heffen. Nou, misschien gaat het dan nu vanavond toch lukken voor 1 januari 2013. Menig Wijchenaar, dat zei meneer Gerrits ook al, die kende zijn bouwplannen niet meer terug toen de welstandscommissie en de regionarchitect
daar hun mening over gaven. En daar waren medeburgers en wiegen helemaal niet gelukkig mee. En voor wat ons betreft kan die geheel goed zonder welstandscommissie. Toch even een verduidelijking voor mezelf, mevrouw Toon. U zegt net, ik kan me vinden in het amendement. Of het betoog van de heer Gerrits om beslispunt 4 te wijzigen. Maar uw eigen amendement luidt om de beslispunt 1 tot en met 5 te vervangen door een nieuw beslispunt. Of heb ik hier een verkeerde variant voor? Ja, nee, klopt, heb je goed gezien. Nee, dat klopt. Dus alleen op punt 4 te vervangen door dit beslispunt. Dat heb ik ook niet gezien. Oh, oké. Dus beslispunt 4 te vervangen door het beslispunt en dan afschaffen van de welstandscommissie. Ja. Ja, sorry voor de behandeling. Nee, geef niets. Wie mag ik uitnodigen om te reageren? De heer Kiefiet, de Partij van de Arbeid, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Alle begin is moeilijk, dat ervaar ik. Mijn naam is Dukkie Viet. Goed zo, als u toch een aantal keer zegt, dan blijft het vanzelf hangen. Smaken verschillen, dames en heren, en ook smaken en hoe we gebouwen waarderen. Want als je aan raadsleden gaat vragen, heb ik wel gedaan, want dat vind je nou bijvoorbeeld van Arcus of van de nieuwe gebouwen aan de Plakstraat. Dan zeggen sommige mensen mooi en anderen zeggen lelijk, hoe kunnen ze dit ooit doen? Maar blijkbaar lopen die smaken uit elkaar. Dat de college bezig is om welstandsvrij te werken, dat gaat de goede kant uit. En ik denk dat je ook in de pas moet lopen met de regelgeving die op het nationaal niveau zit. Zodat je de dingen die je wel wil regelen straks goed kan opnemen in bestemmingsplannen. Dus om nu druk op de ketel te gaan zetten via het amendement van Kernachtig Wiegen, dan vraag ik met je af of dat nodig is. Het woord is al eerder gebruikt, druk is je nooit genoeg. Hè? Het college is ermee bezig, het gaat u blijkbaar niet snel genoeg, maar ik denk dat ze het voor het einde van de rit hier een mooi voorstel voor zullen maken. Dus ik denk dat die amendement dat overbodig is. En nogmaals, ik denk toch dat je een vorm van welstand moet hebben, want ja. Je kunt wel zeggen, de mensen regelen zelf wel alleen voor beeldbepaalde gebouwen. En beeldbepaalde gebouwen zijn vaak monumenten, daar mag je niets meer aan rommelen. En voor nieuwe gebouwen, ik vind toch dat je daar wel een toets overheen mag doen. Of die een beetje passen in de omgeving en of die passen bij de sfeer van Wiegen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer De Kiefiet. Ik geef graag het woord aan de heer Bouwmans van de VVD. Dank u wel, meneer de voorzitter. Even kort. De welstand, het afschaffen van die commissie, dat staat ons na aan het hart. Dus dat lijkt ons een prima plan. Hebben we ook in het coalitieakkoord zo vastgesteld. Wat dat betreft had de nota op zich wel wat verder kunnen gaan dan wat hij nu staat. Het lijkt een beetje nog de geit en de kool te sparen. Dus we zijn het daarom ook eens met het amendement van Kernachtig Wiegen om de welstandscommissie in ieder geval zo snel mogelijk af te schaffen en beslispunt 4 op die manier te wijzigen. Wat dat betreft, wij maken ons niet zorgen dat er dan ineens problemen komen dat mensen allerlei huizen in de vorm van een paddenstoel of zo gaan bouwen. Alhoewel dat voor de brandweertoren wellicht een optie zou zijn. Maar in ieder geval, wat betreft het amendement van lokale dorpspartijen, dat leek ons in eerste instantie een beetje ver gegaan. Om dat nu gelijk al in één keer vastbloemen af te schaffen, dat daar een beetje zorgvuldig mee omgaat, dan kan ik iets ver voorstellen. Dat leek u in eerste instantie wat te ver gaan, maar in tweede instantie ook nog? Of? Nou, in eerste instantie stond er punt 1 tot en met 5, dus dan was het een heel verhaal. Dus in tweede instantie stond er alleen punt 4. En wij wachten even op de reactie van de wethouder. Wie nog verder, inderdaad. Gaat het goed? Ja, voorzitter, we hadden begrepen dat wat nu wordt aangeboden door Kernachtig Wiegen, dat dat ook door de wethouder van Kernachtig Wiegen zou worden gerealiseerd. We hebben hier het oude in de wethouder van Kernachtig Wiegen. Dus wij denken dat dat allemaal goed in elkaar komt. Eigenlijk vinden we een beetje overbodig. Ja, dat zouden we dus ook nog druk houden beter. Mag ik de wethouder uitnodigen voor het sprekersstoel of wil nog iemand het woord? Niets? Dan wethouder Thijssen, gaat de gang. Ik merk ook vandaag in de vergadering dat een middel een doel wordt. De welstandscommissie afschaffen,
Er is niks makkelijkers dan dat. Je zet er een supervisor naast en je noemt het geen welstandcommissie meer en klaar is Kees. Maar het doel was om een heleboel regels af te schaffen. En met dit voorstel schaft u alle welstandsregels af, dus niet de commissie. Neem maar ook de regels af van bestaande gebouwen. Dus als iemand een schuur in de vorm van een paddenstoel wil bouwen en hij zet er geen tekst op van God zij met ons, want dat wordt dan weer bij de excessenregel, reclame, dan is dat theoretisch mogelijk. Maar voor het nieuw hoofdgebouw heeft het college veel meer moeite om in één keer die welstandsregel af te schaffen, want dat kan niet. Dus het is nu of helemaal welstandsvrij zonder welstandscommissie, of je hebt toch een vorm van welstand. Dat is de regel nu. En ons doel is niet om simpel het collegeprogramma te zeggen en wij nemen het collegeprogramma meer dan alleen maar semantiek, dus welstandscommissie weg en dan iets anders te vervullen. Nee, we willen minder regels. Alleen zeggen we bij nieuwbouw, of het nou een hele wijk is of op een industrieterrein of één woning in een wijk, hebben we nog iets nodig. En dat is vooralsnog de welstandscommissie, omdat er nou eenmaal die wettelijke verplichting is. En verder willen wij ook graag dat een aantal beeldbepalende karakteristieke zaken in onze gemeente goed beschermd zijn. We hebben wel beschermd dorpsgezicht, beschermd stadsgezicht. We hebben de wijk Valendries, waar we ook een beschermd dorpsgezicht aan willen toevoegen. Dan moet dat eerst goed beschermd zijn, wil je zomaar die hele welstandscommissie afschaffen. Omdat dat namelijk de weg is voor de korte termijn, voor de minste regels. En het doel was zo min mogelijk regels. En ik denk dat we dat hiermee realiseren. Als je kijkt naar de langere termijn, zijn we afhankelijk van de Tweede Kamer. En hoe het er precies uit komt te zien, weet nog niemand. Maar in grote lijnen lijkt het erop dat we inderdaad de hele welstandscommissie kunnen afschaffen. We vinden het onverstandig om dat te doen in 2013. Ik heb net beargumenteerd waarom. Maar in 2013 kunnen we prima een gefaseerd plan van aanpak presenteren hoe wij wel de welstandscommissie, niet de welstandscommissie als doel, maar te komen tot minder regels, maar wel de karakteristieken van Wijchen bewaren. Dus voor de duidelijkheid, voor het amendement of motie van lokale dorpspartijen gaat ons nu te ver, maar kijk je echt een situatie waarin het college vindt dat er excessen mogelijk kunnen zijn, waar we niet tegen kunnen optreden. Grote stallen in het buitengebied, zonder welstand, zonder landschappelijke inpassing. In het, maar het amendement van kernachtig Wijchen, daar kan het college mee instemmen. Dank u wel, Eva Wiethijssen. Wie mag ik uitnodigen? Mevrouw Tonen, mevrouw Bons, de volgende, de Kievit. Mevrouw Tonen, gaat u gaan. Ja, ik wil toch kort reageren op de wethouder. Dat er zomaar in het buitengebied van alles gebouwd kan worden, volgens mij heb je ook zoiets als een bouwvergunning, een bouwbesluiten, een omgevingsvergunning, bestemmingsplan buitengebied. Volgens mij liggen dat ook als je iets apart wil bouwen, best wel nog andere zaken onder waar je aan moet houden als je iets wil verbouwen of bouwen. Het is volgens mij echt niet zo dat iemand er zomaar een grote schuur neer kan bouwen. Over een paddenstoel, daar kunnen meningen ook over verdeeld zijn. Misschien is het wel kijk, mooi is er niet een stuk of 10 paddenstoelen bij elkaar komen. Dus ik weet het niet. Welstandscommissie vindt het misschien wel mooi, misschien vinden ze het niet mooi, maar laat die individuele burger er zelf over beslissen. Doen we hebben ook een paar huizen, dat zijn naar bunkers. Ja, de welstandscommissie vond ze mooi en 80% van de Wijchse mensen vinden ze niet mooi. Dus wij hebben zoiets van, voor ons is de welstandscommissie geen meerwaarde. En ik denk dat er nog voldoende andere wet- en regelgeving is waar mensen die iets willen bouwen aan moeten voldoen. En dat het allemaal wel mee zal vallen. Mevrouw van den Bos, van Sociaal Wijchen. Voorzitter, ik kan het kort houden. Wat betreft het verruimen van de welstandsvrijheid, in feite had het Thijs al aangegeven in de commissie dat het karakteristieke voor Wijchen niet verloren zou gaan. Maar dat alles op veel minder regels zou gaan. Daar kunnen we ons heel goed in vinden. Vergelijkend met Duitsland, als je vlak over de grens gaat, daar is geen welstandscommissie bezig. En er wordt alles hupgemut op elkaar gebouwd, één laag omhoog, een villa naast een graadpand, noem maar op. Dat is ook één gezegd. Dus wij gaan akkoord met deze beslissing moeten.
Dank u wel, mevrouw Van Bos. Het woord is aan de heer Kiefiets van de Partij van de Vrijheid. Dank u wel, voorzitter. Ik vind het wel heel leuk dat de paddenstoel uit de commissievergadering nu weer door verschillende partijen in de mond wordt genomen. Ik claim natuurlijk niet het goed bereikt, maar goed, dit even gezegd hebben. Nogmaals gezegd, het college is verstandig bezig om de welstandsregels aan te pakken en de blauwe krokodillen, paarse krokodillen weg te nemen. Doen dat keurig in lijn met de wetgeving en de mogelijkheden die wij dan hebben straks in de bestemmingsplannen. Dus wat mij betreft is het amendement van de kernachtige Wiegen van overbodig, zullen we ook niet steunen. En mevrouw Tonen, u gaat wel heel erg ver. Ook u krijgt vandaag deze keer niet de groene kaart van ons. Dank u wel, meneer Kiefiets. En verder nog? Niemand meer? Kunnen we overgaan tot besluitvorming? Ja. Dan veronderstel ik dat de amendementen gewoon in stemming mogen worden gebracht. Stel ik vast dat het amendement van de lokale dorpspartijen het meest verstrekkende is. Want die heeft het namelijk over het afschaffen van de welstandscommissie. En die van Kernachtig Wiegen heeft het over het gefaseerd afschaffen. Dus ik breng eerst het amendement van de lokale dorpspartijen in stemming. Wie is voor dit amendement? En voor is de lokale dorpspartijen. En tegen is de rest. Daarmee is het amendement verworpen. Dan het amendement van de fractie van Kernachtig Wiegen nogmaals. Het gefaseerd afschaffen en medio 2013... hiertoe een plan van aanpak te presenteren. Is voor dit voorstel. Daar zie je alle partijen voor, behalve de Partij van de Arbeid, die is tegen. Daarmee is dit amendement aangenomen. En dan komen we toe aan de besluitvorming over het voorstel als zodanig, met de geamendeerde formule, dat spreekt voor zich, is voor dit voorstel. En daar is de Raad unaniem. Dank u wel. Voorstellen ze dus aan. Komen we toe aan agenda punt 14, beleidsplan schuldhulpverlening Wiegen 2012-2016. Een korte samenvatting: op 1 juli 2012 is de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Door deze wet heeft de gemeente Wiegen een zorgplicht op het terrein van schuldhulpverlening gekregen. De wet bepaalt dat de gemeenteraad minimaal één keer per vier jaar een beleidsplan vaststelt dat richting geeft aan de uitvoering van de integrale schuldhulpverlening en de invulling van de regierol van de gemeente bepaalt. In september 2011 heeft het college een startnotitie met uitgangspunten voor schuldhulpverlening voorgelegd aan de Raad. In het beleidsplan dat nu voorligt wordt de gewijzigde aanpak schuldhulpverlening op basis van de gekantelde dienstverlening beschreven. In deze aanpak staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal. Nu mag ik het woord gaan. Ik stel vast dat de VVD en de lokale dorpspartijen een amendement wensen in te dienen. Dan geef ik eerst het woord aan de heer Bouwmans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het plan ten aanzien van de schuldhulpverlening wat voor ligt bevat een goed stuk beleid. De sturing die daaruit volgt, dat is het punt waar we even op willen inzoomen, want de rest is al in de commissie aan de orde geweest. Wat we duidelijk zien is dat een van de punten is dat het aantal dossiers waarmee we te maken hebben, dat zou erg stijgen. Nou, na de informatie die we hebben opgevraagd en na de informatie die ook uit de COVA blijkt, blijkt dat dat tot op heden in ieder geval niet het geval is, niet in buitengewone mate. Dus wat we ook zien is het aantal trajecten daalt zelfs in 2012. Kortom, wij moeten ons richten op een beleid wat gebaseerd is op ongeveer het huidige aantal. Dat is één. Twee is ten aanzien van de financiering.
hebben wij een mix tussen allerlei incidentele en structurele uitgaven gezien over de afgelopen jaren met verschillende hoogtes en verschillende verantwoordingen. Zo zijn er in 2009 35.000 euro uitgegeven aan de schuldhulpverlening en twee jaar later 135.000 euro. Dat zijn grote verschillen en het vroeg onze nadere onderzoek om te kijken waar dat allemaal vandaan komt en hoe we daar nu mee omgaan. We hebben hieruit de conclusie getrokken dat het in ieder geval nodig is dat we dat beter in kaart brengen. Nou, er zijn eigenlijk twee componenten. Dat is dat we de komende jaren een bepaald bedrag daarvoor structureel moeten uitgeven. En structureel omdat het een wettelijke taak is. En niet elk jaar opnieuw incidenteel. Dat is punt 1. En daarom hebben we ook een amendement gemaakt waarin we dat op die manier ook formuleren om die 60.000 euro als een structurele component vast te stellen. Het tweede punt is natuurlijk wel dat wij een voorstander zijn om vrijwilligers erbij te betrekken. Dus we staan ook achter het punt 3 waarbij de extra geld daarvoor wordt uitgetrokken. Kortom, we hopen op die manier een betere sturing van deze wettelijke taak mogelijk te maken. En uiteraard is het de bedoeling dat elk jaar opnieuw we gaan kijken naar wat is de verwachte behoefte. En hebben we dan dat bedrag wel of niet nodig of moeten we het naar boven of naar beneden bij sturen. Dat in eerste termijn. Dankjewel, meneer Bouwmans. Dan het woord aan de lokale dorpspartijen. U mag het weer opnieuw. Voorzitter, dank u wel. Per 1 juli 2012 is de gemeente geschulden voor hulpverlening in werking getreden. De gemeente heeft een zorgplicht om het terrein voor schuldhulpverlening gekregen en is verplicht om bedrijfsplannen vast te stellen. Het hebben van de zorgplicht is een zware taak, zeker omdat het nieuwe taak betreft er meer of geen ervaring is opgedaan. Ook heeft schuldhulpverlening nog te kampen met een gekomen budget, zodat de herijking van de schuldhulpverlening nog zaak is, terwijl er nu reeds en in de nabije toekomst juist vaker een beroep zal worden gedaan op de hulpverlening. Dit vergt meer budget om de burgers te ondersteunen bij het hervinden van de structuur en de financiële positie. De uitzetting van aanvragen betekent meer inzet van de ambtenaren om alle burgers met een redelijke termijn het Rijk geeft 4 weken aan bij te staan. Omdat de capaciteit van de ambtenaren niet toereikend is, liet er meer beroep worden gedaan op vrijwilligers om de zorg te dragen dat de wachttijden niet te lang worden, wat weer een effect zou hebben op dat de problemen bij de burgers worden vergroot. De vrijwilligers dienen hiervoor opgeleid te worden en dat kost geld. U vraagt hiervoor een extra bedrag van 20.000 euro in 2013. Daarnaast merkt u op dat het beschikbare bedrag van 60.000 euro in 2012 voor schuldhulpverlening wordt overschreden met 14.000 euro, welke via de ORAP is vermeld. Ook bent u er nu al zeker van dat het bedrag van 2013 aan volgende jaren tot 60.000 euro niet toereikend wordt. Daarom stellen we u voor om in 2013 een bedrag toe te wijzen van 85.000 euro, zodat de schuldhulpverlening niet in gevaar komt. Een wijze van hoge uitzondering, gelet op de positieve jaarindverwachting 2012, stellen we u voor een bedrag van 25 euro, bovenop de incidentele vergoeding, ter onttrekking aan de algemene scherpen. Daarnaast verzoeken we u het voor ZZP'ers mogelijk te maken of van de schuldhulpverlening gebruik te maken als zij aan de voorwaarden voldoen. De wet biedt deze mogelijkheid aan de gemeente bepaald. Tot zover in richting. Dank u wel, meneer Van Kuppenveld. Ik ga denk ik maar de andere mensen uitnodigen die ze in eerste termijn gemeld hebben. Mevrouw Van der Bos, een sociaal beheer. Dank u wel, voorzitter. Het aantal keren dat beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening neemt landelijk gezien nog steeds toe. En onlangs nog ontvingen wij allemaal een e-mail van het Binnenlands Bestuur, waarin stond dat de directeur van Stadsring 51, en dat is de schuldhulpverlening van de gemeente Amersfoort, beweert dat er al veel geld te verdienen valt wanneer de intake op een andere manier, door middel van gedragswetenschap, wordt gehouden. Het lijkt ons ook dan op de moeite waard om te kijken wat zij moesten anders doen ten opzichte van ons. Verder lijkt het ons goed om door middel van een motie vast te leggen dat het college in alle gevallen van WMO-beleid vooraf het burgerplatform de beleidsstukken voorlegt. Deze groep deskundigen op het gebied van WMO mag nooit meer worden gepasseerd. Alleen de mea culpa van het college vind ik echt onacceptabel. Verder pleiten wij voor een schuldvrije toekomst
wanneer ik via de buitenzet schuldom in de problemen is geraakt. Dit zou dus een primair doel moeten zijn. Om deze reden zal Sociaal Weekend niet instemmen met dit beleidsplan. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Van den Bos. Nou, dan ga ik mevrouw Schouten uit van CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, vanmorgen zagen we het allemaal in de krant staan. Hè? Een heel groot percentage toename van de armoede. Met name onder de 30ers en de 40ers stond vandaag grootste in de Gelderlanden. En ja, wij hebben vanavond dit stuk. Mijn conclusie was in ieder geval, het is goed dat we dit nu in Wijk vastleggen en dat we met elkaar afspreken hoe we dit doen. Wat ons betreft is het voorstel zoals het ligt ook goed en ook akkoord. En ik wil alleen nog even kort reageren op de financiële opmerking, met name van de VVD geplaatst. Ik heb daarover nagedacht en ik denk zelf dat het juist, we hebben het natuurlijk net pas vastgesteld bij de begroting om het met incidenteel geld te doen. En de kracht van incidenteel geld is juist dat je, het is een crisis, hè? Het is een crisis en ik heb toch de hoop dat de crisis op een gegeven moment ook wel weer ophoudt. Je mag het 3 jaar achter elkaar doen. Ik vind door het incidenteel doen komt elk jaar weer toch ook weer terug, leg je ook niet vast. Als je structureel een begroting zet, ben je op een gegeven moment juist het overzicht kwijt. Dus mijn voorstel zou zijn om het gewoon zo te laten. Het werd uiteindelijk ook net zo afgesproken. Het wel goed te monitoren, dat lijkt me prima. Om te kijken of er nog wellicht meer nodig is. Want ja, de perspectieven zijn nog niet heel florissant. Maar uiteindelijk zal het ook weer overgaan. Dus voor de komende 3 jaar lijkt het mij heel verstandig, ons heel verstandig, om het gewoon incidenteel te laten. Vooralsnog niet ophogen, dat kan altijd nog als blijkt dat het nodig is. Dank u wel, mevrouw Schouten. Mevrouw de Valk, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben het in de commissie al uitgebreid over gehad en ik wil er eigenlijk alleen maar ingaan op de moties. Voor wat betreft de motie van de VVD, of het amendement van de VVD, daar kunnen wij juist wel mee eens zijn. Door het structureel vast te leggen en jaarlijks eventueel bij te sturen, kunnen wij het goed monitoren hoe de schuldhulpverlening gaat verlopen. Voor het abonnement van de lokale dorpspartij heb ik nog wel een vraag. Er wordt gesproken over onttrekken van 25.000 aan de algemene reserve. Voor wie is dat bestemd? Is dat voor de ZZP'ers bestemd die in het stuk staan? Als ik lees in de bijlage, de woorden die erbij zat, dat staat dat de ZZP'ers, die worden al doorgewezen naar de sociale zaken, omdat er wel specifieke kennis voor vereist is. En de pilot die er geweest is vanuit het IMK, die is juist mislukt omdat professionaliteit niet gewaarborgd kan worden. Dus wat is de bedoeling van die 25.000? Waar wordt die aan besteed? Is dat voor opleiding aan vrijwilligers? Is het iets wat door vrijwilligers gedaan kan worden? Dus ik had graag een antwoord van het LDP hierop waar die 25.000 voor bestemd zijn. Meneer Kroepveld? Sorry, voorzitter. De 25.000 is bestemd om meer vrijwilligers aan te trekken, omdat wij verwachten dat er ook meer vraag zal komen naar de schuldhulpverlening. Dus je hebt meer vrijwilligers nodig, omdat de ambtenaren die hebben te weinig capaciteit om al die schuldhulpverleners te helpen. Dan, de heer Tiel. Dank u wel, voorzitter. Met de toezegging van de wethouder dat na een jaar een evaluatie van het beleidsplan uitgevoerd gaat worden, kan Kernachtig Wijchen instemmen met de beslisnota. Fractie Kernachtig Wijchen ondersteunt wel het amendement zoals ingediend door de VVD en Sociaal Wijchen. Wat betreft het amendement van de lokale dorpspartijen, deze zullen wij niet steunen. Wij willen eerst de evaluatie afwachten hoe de opbouw is van de uitgegeven 20.000 in het jaar 2013. Dank u wel, meneer Tinneveld. Ik moet even iets voor mezelf ook scherp stellen. In het betoog van mevrouw Van den Bos nam het woord motie in de mond. We hebben in de agenda een motie vreemd aan de orde van de dag, zoals die heet. Die is niet nader toebedeeld op dit moment. En die motie die luidt positie burgerparticipatie. Ja. Is dit de motie waar u op doelt? Dit is inderdaad de motie waar ik op doel. Ja. Dus deze wordt bij dit agendapunt ook in procedure gebracht. Ja. En is me dat nu helder? En wellicht ook een aantal raadsleden. Ik denk dat het nog goed is om even het rondje af te maken, want we hebben nog niet allemaal gereageerd op hetgeen voorligt.
die mag ik nog uitnodigen. Weerbrengen. Ja, ik zeg voorzitter, je wel afgesproken de commissie ook zou doen, en dat gebeurt nu wel. Het enige wat ik zal doen is reageren op het abonnement. Het abonnement van de VVD steunt. Die steunen we, dat klopt formeel wordt zo. Dus daar gaan we mee en verder gaan we niet in aan. Voorstel van de heer Balmans van de VVD, maar om inderdaad structureel op te nemen, heb ik toch eigenlijk wel een probleem. Wat ik van Paul Schouten al zegt, die zegt ook van deze crisis zal niet overgaan, dan moeten we dat dan als structureel opnemen. Als ik mag reageren, meneer de voorzitter. Ja, gaat u gaan, meneer Balmans. Meneer de voorzitter, het gaat ons ook met name om dat het is een wettelijke verplichting is. Dus wij zijn gewoon gehouden als gemeente om hiermee mee bezig te zijn. Dus dan is het niet iets wat je één keer doet en dat komt gewoon voorlopig terug totdat de wet op een gegeven moment veranderd wordt. Dus dat speelde ook een rol bij ons om dit zo voor te stellen. Nou ja, misschien kan de wethouder even wat opzetten. Ik vind het even bedoeld. Het zit erin. Het is gewoon voor 3 jaar geregeld vooruit. Het is zo afgesproken al net recent bij de begroting. Met reden neem ik aan. Het kan. Dat is niet betekend. Het is structureel. Mijn ervaring is wat er helemaal in zit. Krijg je er niet zomaar meer uit. Dan denk ik van ja, waarom zou je het veranderen als het geregeld is? Dus ik wil graag nog even motivatie van de wethouder. Met uw welnemen nodig ik wethouder de Bruin uit om te reageren. Dank u wel, voorzitter. En volgens mij kan ik mij beperken tot de moties. De motie van de VVD. Op zich is het juist. We hebben een wettelijke plicht om de schuldhulpverlening handen en voeten te geven. In onze begroting hebben wij tot en met 2016 hebben wij €60.000 per jaar opgenomen. Dat is iets. De financiële component, maar daar staat wel bij dat het incidenteel geld is. Maar het zit er tot 2016 zit het geld erin. Dus het lijkt een beetje dat we nou een woordenspel aan het doen zijn. Want bij de begroting 2000 of de kaderbrief kunnen we dit eigenlijk op die manier ook vormgeven. Het had bij dit hoofdstuk, bij dit thema. Maar we vragen om extra geld voor de vrijwilligers, voor de inzet van vrijwilligers bij de schuldhulpverlening. Had dit niet betrokken over moeten worden? Zeker niet omdat het geld al in de begroting zit. Dan het amendement van de lokale draagspartij. Als ik het amendement lees en ik lees de toelichting. Dan gaat het met name om de inzet bij ZZP'ers. Het is zo dat in het stuk duidelijk staat in het beleidstuk dat wij zelfstandigen niet in de schuldhulpverlening betrekken. En waarom niet? Omdat wij daar een aparte regeling voor hebben. Wij hebben daar het besluit bijstandsverlening zelfstandigen, de BBZ. En als zelfstandigen daar een beroep op kunnen doen, als ze daar een beroep op doen, dan kan met dat geld kan dus de schuldhulpverlening ook vormgegeven worden. Dus het zit er eigenlijk al in. Bovendien zegt u van het moet uit de algemene reserve gehaald worden. Even een technisch puntje dan. Zolang wij geen 10 miljoen in onze reserve hebben, hebben we met elkaar afgesproken, zullen we niet aan de algemene reserve komen. Tot slot, de motie. Tot slot, de motie van de Sociaal Liegen. Daar gaat het over het platform burgerparticipatie. Daar heeft meneer Binnendijk in de commissie ingesproken. En daarvan hebben wij ook gezegd: van dit had beter kunnen. Alleen, u zegt in uw motie dat. Het platform betrokken moet worden bij de besluitvorming voordat de gemeenteraad zich erover buigt. Dat is in dit geval gebeurd, alleen meneer Binnendijk had een extra motivatie die zei van ja, ik wil eigenlijk voordat het college erom besluit dat het platform erbij betrokken wordt. Dus in het hele, in het allereerste begin als het beleid gevormd wordt, dat dan het platform erbij betrokken gaat worden.
Nou ja, in dit geval, dus de motie voldoet aan hetgeen wat wij gedaan hebben. Alleen, ik kan me best voorstellen, en ik heb dat ook gezegd in de commissie, dat wij daar een stap verder willen gaan, dat wij in een vroegtijdig stadium ook het platform burgerparticipatie bij de beleidsvorming willen betrekken. Dat is het, voorzitter. Dank u wel, wethouder De Bruin. Kijk nog even naar de raad, of er behoefte is aan een reactie. Vervolgvraag, de heer van Kuppenveld van de lokale dorp. Voorzitter, ik ga nog even reageren op de wethouder. Die zegt, voor ZZP is wel andere regeling. Dat klopt het wel. Maar voordat de ZZP'ers gebruik kunnen maken van die regeling, moet ze eerst hun bedrijf beëindigen, zich laten uitschrijven bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. En dat is, zo'n ZZP is maar één persoon, dus die kan daar best even technische problemen hebben. Dus ik vraag me af of dat partijen dat op dezelfde lijn brengt als de ondernemers. Zou toch even wethouder De Bruin willen vragen om concreet op dit punt van u te willen reageren? Als in onze beleidsnota staat dat als wij zelfstandigen onder zeg maar, onze schuldhulpverlening, onze algemene schuldhulpverlening zouden brengen, dan hebt u gelijk. Alleen voor de zelfstandigen is een aparte regeling het besluit bijstandsverlening zelfstandigen. En daar, met dat geld is de bedoeling dat daar de oplossing komt. En niet via de schuldhulpverlening. Wie nog? Ik wil toch ook wel een beetje bijvallen dat die regeling voor ZZP'ers, dat is maar concreet een lening te verschaffen. Dat heeft op zich met schuldsanering niks te maken, dat is concreet geld ter beschikking stellen. Terwijl de essentie van het voorstel wat er nu voor ligt, is mensen te begeleiden in het wegwerken van een schuld, niet door het geven van geld, maar door ze daarin te begeleiden en te helpen. En wat u aangeeft bij ZZP'ers, dat is heel concreet geld lenen om een bepaalde moeilijke periode te overbruggen. Nee. Dat geld wordt geleend om de problemen op te lossen. Daar kan de zelfstandige zelf een hulp in schakelen om zijn problemen op te lossen. En dat kunnen inderdaad, dat kan dus de schuldhulpverlening zijn, maar dan gaat het niet via de algemene schuldhulpverlening die voor particulieren geldt, maar dan zal hij zelf actie moeten ondernemen en zelf iemand moeten huren die hem bereikt. Ja, maar dat is natuurlijk onzin, want dat gebeurt natuurlijk niet. Want het geld heeft die ondernemer al hard nodig om te overleven. Dat in de praktijk werkt zo niet. Het is niet zo dat die ondernemer wil zeggen, nou dan ga ik een schuldhulpverlener graag in huur. Zo werkt het niet. Ja, dat is de bedoeling dat het zo. Nee, want die ondernemer heeft het geld al hard nodig om een periode te overbrukken. Wij hebben onze normale schuldhulpverlening. Hebben wij niet de middelen, de capaciteit, de kunde en kennis om diep in een administratie en in het hele gebeuren van een onderneming te duiken. Dat kan niet. En dus is er gezegd, daar moet professionele hulp bij, betrekken. Daar is het besluit bijstandsverlening zelfstandig voor en dat gaat wat daarmee verkregen wordt. Wie nog verder, of is de honger naar besluitvorming? Mevrouw van den Bos, sociaal wieger. Dank u wel. Er zit iets vreemds in de betoog van de wethouder. De wethouder beweerde dat het burgerplatform te ruim voor die tijd zal zijn ingelicht. Of het lijststuk, maar dat is niet zo. Nee, het zijn pas enkele dagen voordat het lijststuk naar de raad toe ging, zijn ze ingelicht. En toen zijn ze op het allerlaatste moment door een paar ambtenaren nog in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Maar ze zijn niet ruim op tijd gekomen geweest bij het lusten. Het handelt wel. Voorzitter, op het moment dat het college een stuk vaststelt, dan gaat het stuk door naar de Griffie. En ik kan in dit stuk niet precies aangeven op welk moment en hoeveel tijd daar tussen gezeten heeft, dat het dan doorgestuurd is naar de raad. Maar in die tijdspannen dat het college het stuk vastgesteld heeft en dat het naar de raad gestuurd is, dat het in de raad behandeld wordt, in die tijdspannen heeft er wel contact plaatsgevonden tussen de afdeling en platform burgerparticipatie. Voorzitter. En ik, nogmaals, ik ben het met u eens als u zegt van
in de toekomst moeten wij daar alert op zijn en eigenlijk voordat het college een besluit neemt, het platform erbij betrekken. Prima, dat heb ik in de commissie ook al recht. Dat zegt u dan bij deze toe? Dat zeg ik bij deze toe, ja. Dan trek ik mijn motie aan, dan is het goed. Helder, dank u wel. Kunnen we overgaan tot besluit? Misschien heel even, voorzitter, over dat, dat structureel. Of even mag. Ik hoor net wel heel duidelijk aangegeven, dat is volgens mij ook wel in de notitie, dat het eigenlijk gewoon geregeld is met, op de incidentele manier. Ik zelf vind altijd het grote voordeel, juist van incidenteel, dat je het daarmee heel zichtbaar houdt. Structureel geld zit eenmaal in de begroting en daarmee zit het ook, komt het ook niet eens meer terug in de voornemens. Dus ik begrijp gewoon niet zo goed de noodzaak om dit nu structureel te maken, daar waar het gewoon al recent geregeld is. En naar mijn beleving hebben we dit punt eigenlijk al gehad, mevrouw Schouten. Ik heb meerdere malen juist op de uitleg gehoord over structureel versus incidenteel. En ik beschouw eigenlijk uw vraagstelling meer als een stemverklaring. Het punt dat u maakt is ook heel helder. Mogen we overgaan tot besluitvorming? Als dat geval, dan stel ik vast dat er twee amendementen voor liggen waar we het over gaan besluiten. De motie van Sociaal Dienst is ingetrokken door mevrouw Van den Bos. Ik stel voor dat we beginnen met de lokale dorpspartijen, het amendement. Het is een beetje moeilijk om te bepalen welke nu het meest verstrekkend is. Feitelijk zijn ze redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Dus ik zou willen starten met het amendement van de lokale dorpspartijen. Wie is voor dit amendement? En ik zie daar drie stemmen voor, te weten van de lokale dorpspartijen. En verder zijn alle fracties inderdaad tegen dit amendement. Daarmee is dit amendement verworpen. Dan het amendement van de VVD en Sociaal Wijchen als indieners. Wens ik de stemverklaring af te leggen? Niet vooral. U heeft het eigenlijk al gedaan, mevrouw Schouten. Die is voor het voorstel. En daar zie ik het CDA tegen en de lokale dorpspartijen tegen en alle overige fracties voor. Daarmee is het amendement aangenomen. En dan het gewijzigd voorstel vanwege dit laatste amendement. Wie is voor dit voorstel? En daar zie ik alle fracties voor stemmen. Dat betekent dat dit voorstel is aangenomen. Dan zijn wij toe aan agenda punt 14a. Daar staat nog de zonnige motie van D66 op de agenda. Meneer Brink, uit de Australië komend, voor meegenomen. Ja, ik kan heel kort op zijn. 1 november hebben we godsverhandeling gehad. Dat was ook door het late tijdstip wat consternatie over de motie. Dat had ook te maken met het feit dat er op zich probeerden te kijken of er draagvlak te creëren was. Uiteindelijk is besloten om even de schap te liggen en een nieuw dictum zou formuleren. Ik heb dat dictum geformuleerd op basis van de discussie die heeft plaatsgevonden. De titel die hierboven staat is dus achterhaald, maar omdat ik had afgesproken dat ik het dictum zou aanpassen, is de motie verder exact hetzelfde. Dus zoals je kunt zien is hij aardig afgeschort. We hebben er ook een fractie over gehad of we hem überhaupt gaan moeten indienen, maar ik vond het toch moeite waard om dat toch maar te doen. Dus dat is één van de conclusies, voorzitter, en ik hoop dat hij het niet van harte gesteund wordt. Ik kijk eens even naar de gemeente, want de gemeenteraad die steunt u unaniem. Daarmee is deze motie van D66. Maar ik zie dat ook andere partijen ook boven staan. De Partij van de Arbeid en Sociaal Dienst hebben mede ingediend dat deze motie is aangenomen. Dan komen we toe aan agendapunt, het voorlaatste agendapunt, de stemmingen. Waarbij mij wordt opgedragen door de griffier om per stuk de voorstellen in stemming te gaan brengen. Is dat heel noodzakelijk of bent u zo unaniem dat we die in één keer, in één beweging kunnen doen? Moeten er stemverklaringen worden afgelegd op specifieke punten? Als dat geval is, dan doen we ze gewoon apart, hoor. Ja. Dan starten wij met 12 RZ 141, nota, woningbeheer 2012. En ik stel vast dat de raad unaniem daarmee instemt. Het volgende punt is 12 IZ 135, de budgetovereenkomst 2013-2016 van het museum Kasteel Wijchen. Geen stemverklaring. Wij stemmen verdeeld
Wij staan er klaar, dus wij hebben een voorstel gedaan om het museum op een andere manier in te richten met betrekking tot het museum in Nijmegen. En daar dat ik tegen sta. Dan stel ik vast dat de raad op uw naam, mevrouw Tone, voor dit voorstel is. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan het volgende punt, 12.137, budgetovereenkomst 2013, openbaar bibliotheek Wieken. Wens iemand een stem krijgen? Niet. U bent unaniem, zie ik, met uw groene kaartjes. Aangenomen dus. 12.145, GGD, uitreding, Moog en Middelaar. Wie voorzitter, mevrouw Van den Bos, van Sociaal Wieken. We vinden het niet duidelijk wat financiële consequenties zijn in deze, terwijl het bij andere GR's wel het geval is. Dus wij staan tegen. Maar ik vraag wie is voor dit voorstel? Dat is één ieder. En mevrouw Van den Bos is tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. 12.648, intrekken, subsidieregeling en verordening kinderopvang. En zie je iemand een stemverklaring achterleggen? Niet het geval. Ik zie dat de raad ook unaniem voor dit voorstel is. Dank u wel. Dan 12.AZ210, verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 van Wieken. Iemand een stemverklaring? Niet het geval. Is iedereen voor? U bent unaniem. Daar is aangenomen. 12AZ225, vaststelling van de belastingverordening 2013. Stemverklaring, iemand? Niemand. Ik zie lokaal dorpspartij is tegen dit voorstel. Alle andere fracties zijn voor. Daarmee is die aangenomen. Dan tot slot 12GR024, resultaatonderzoek rekenkamercommissie naar beleid multifunctionele accommodaties. Iemand een stemverklaring? Niemand, u bent allen voor, ook unaniem akkoord daarmee aangenomen. We zijn toe aan agenda punt 16 en ik denk op de sluiting. Daarmee is de vergadering gesloten en ik dank u hartelijk voor uw inbreng. Dank u hartelijk voor uw komst hier in de raadzaal en de kijkers via Wieken TV. Tot de volgende keer en welterusten.